Amen van de prediking gemeente, Psalm 22 en daarvan vers 8. Mijn kracht is als een scherf van sap beroofd. Mijn tong kleeft in mijn mond door dorst gekloofd. Psalm 22 vers 8. Na het amen van de prediking. Zo de Heer het geeft gemeente, zullen in de komende diensten de drie laatste kruiswoorden van de zaligmaker centraal staan. Dat is vanmorgen de woorden mijn dorst uit Johannes 19. Vers 28, en we lezen om die reden vanmorgen vers 28 en 29. Er staat hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide mij dorst. Er stond dan een vat vol edik, en ze vulden een spons met edik, en omleggende met hyssop brachten ze die aan zijn mond. Dus de woorden mijn dorst staan vanmorgen centraal. Vrijdagmorgen, als de Heer het geeft, de woorden het is volbracht. En vrijdagavond de woorden, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het thema waaronder de woorden van vanmorgen worden verkondigd is Christus lijdensbeker. Christus lijdensbeker. Wat Christus beker zegt over zijn lijden, dat is het eerste punt. Wat Christus beker zegt over zijn gehoorzaamheid, dat is het tweede punt. En wat Christus beker zegt over zijn liefde, dat is het derde punt. Dus over zijn lijden, over zijn gehoorzaamheid en over zijn liefde. Ik vermoed gemeente dat het ruim 18 uur geleden is dat de zaligmaker voor het laatst heeft gedronken. En dat was nog toen hij vrij man was. En aanlag samen met zijn 11 discipelen aan die lange tafel in de opperzaal. Toen hij voor de laatste keer een beker in zijn hand had. De woorden ook uitsprak dat hij van die beker niet meer zal drinken, totdat hij zal zijn wedergekomen. Daarna volgden de gebeurtenissen heel snel op elkaar. De Heer Jezus verliet de opperzaal, trok door de straten van Jeruzalem, begaf zich naar de hof van Gethsemane en wierp zich daar in de stof. Zo zagen we vorige week zondag, worstelend het eens te worden met de wil van zijn hemelse Vader. Hij werd ondersteund en vertroost na die bange uren in de hof van Gethsemane. Niet door zijn discipelen, maar zoals een van de evangelisten opmerkt. Een engel vertroostte hem en stond hem bij. Op cruciale momenten, wanneer er geen mens bij is of bij kan komen, zendt God een van zijn dienaren uit het heiligdom om de Zoon van God te ondersteunen. De Heer Jezus stond op uit de hof van Gethsemane in de wetenschap dat er al een grote optocht onderweg was om hem te arresteren onder leiding van Judas, een van zijn eigen discipelen. En hij trad hen tegemoet, meegenomen, geboeid naar de zaal van Caiaphas. Ik ga ervan uit, gemeente, dat Caiaphas de zaligmaker geen slok water heeft gegund. Het proces moest doorgaan, men toonde geen medelijden met deze man. Eindelijk hadden ze een kans gekregen. En nu lieten ze ook geen seconde meer verspillen. In de vroege morgen trok de zaligmaker op naar het paleis van Pilatus. Hij werd meegenomen door de straten van Jeruzalem. En ik ga ervan uit, gemeente, dat zowel Pilatus, al was de water in de nabijheid waarin hij zijn wanhanden kon wassen, als ook de Romeinse soldaten deze man van smarten geen slok water hebben gegund. Na afloop van dat hele toneelspel bij Pilatus werd de zaligmaker meegenomen door de straten van Jeruzalem, door een van de stadspoorten, om net om de hoek achter de stadsmuur gekruisigd te worden. En toen op dat beslissende moment werd hem wel drinken aangeboden. Marcus vermeldt dat bijvoorbeeld in zijn evangelie, dat wanneer de Heer Jezus hangend in zijn wonden is opgericht in het midden van twee andere moordenaars, criminelen, hij die gelegenheid kreeg aangeboden. Maar hij weigert dat. En wanneer we hier de zaligmaker horen spreken in Johannes 19, dan zijn de 6 uren al voorbij gegaan, waarin de Zoon, waarin de Heer Jezus, genageld aan het kruis, hangt tussen hemel en aarde. 6 uur lang. Geen slok gedronken. En ook geen nacht, in de achterliggende nacht, geen oog dicht gedaan. Wat een ontbering. En wat een zwaarte.
onder de opgaande zon hangt Jezus. Naarmate die zon feller begint te branden, verzwakt zijn kracht. En wat moet dat met hem gedaan hebben? Met zijn geest en met zijn psyche, met zijn gestel. Toen hij werd achtergelaten door zijn vader in de 3-urige duisternis. En leed tot in het diepst van zijn ziel, maar ook met al zijn emoties. Met heel zijn lichaam. Het is dan ook geen wonder dat wanneer de Heere Jezus, nu hij 6 uur hangt, ruim 6 uur aan het kruis op Golgotha, opeens het uitschreeuwt: mij dorst. Het verwondert juist des te meer dat hij dat nu pas zegt. En dat niet eerder aangeeft. Wat een smart. Wat een lijden. Maar toch, gemeente, wil ik heel voorzichtig op dit moment wel een paar lijnen trekken. In de eerste plaats mogen we in de woorden "mij dorst" ons ook laten vertroosten. Een van ons lijdt daar. Met dezelfde gevoelens. Met dezelfde zwakte. Met dezelfde psychische kwetsbaarheid. En met een gestel dat ook gebroken kan worden, net als ons gestel kan breken. Een van ons lijdt daar op Golgotha. Die al leidend steeds dichter bij ons wil komen. Niet moet komen. Onze kant wordt opgeduwd, terwijl hij dat eigenlijk niet wil. En zich met al zijn krachten innerlijk daartegen verzet. Nee, hij komt tot ons. Uit eigen beweging. Al kan hij op Golgotha geen kant meer op. Toch nadert hij tot in het hart van ons leven. Hij wordt niet alleen één met onze vloek, maar hij wordt ook één van ons in zijn lijden. Laten we in deze lijdenstijd, gemeente, dat ook overdenken. Er is onder ons zoveel lijden. Zoveel zorg. Zoveel angst. Zoveel onzekerheid. Zoveel moeite. Zoveel pijn. Zoveel eenzaamheid. Zoveel onbegrip. Ook menselijk lijden. Als gevolg van onze zonden. Als gevolg van psychische en lichamelijke ziekte. Hier, op dit moment, komt het in al zijn scherpte naar voren. Dat hij in alle dingen, ook dus in ons lijden, één van ons is geworden. Dat wilde hij. Niet alleen om duidelijk te maken wat zijn leven, dat hij als een rotsoen gaat geven, nu ten diepste ook betekent en de waarde daarvan is. Om duidelijk te maken dat tegenover ons lijden, zoals dat hier in al zijn scherpte op Golgotha zichtbaar wordt, ook hij zijn losprijs stelt. Om duidelijk te maken dat hij juist zo'n grote prijs heeft betaald, vanwege zo'n grote schuld en vanwege zoveel verschillende soorten van lijden. Maar laten we ons vooral vertroosten, Heer, in de gemeente, in de wetenschap dat deze lijdende borg en middelaar, met deze ervaring, met wat hij hier heeft opgedaan op Golgotha, op dit moment zit aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Dat wat hij hier meemaakt, liet hij niet achter in het graf, maar nam hij mee in het hemelse heiligdom. Opdat wanneer wij in het gebed het
toevlucht zouden nemen tot hem. Hij verbonden kan zijn met ons, omdat hij vanuit zijn eigen leven weet wat wij op dit moment in ons leven doormaken. Er is geen innige verbondenheid tussen twee mensen dan tussen deze mens, Jezus uit Nazareth aan de ene kant, en een mens. En vult u uw naam nu maar in. En een mens aan de andere kant. Wanneer wij verbonden zijn met mensen om ons heen, gemeente, dan proberen wij, als we zien dat iemand die we lief hebben lijdt, zo dicht mogelijk bij te komen. En dat hangt ook af van de vraag of iemand dat toestaat. Of iemand ook iemand toelaat, een ander toelaat in zijn of haar leven. Of hij dat kan. Of hij dat vertrouwen durft te vergeven. Of hij zich ook veilig weet bij die ander. Maar hier is er iemand met een hoofdletter. Bij wie een mens niet alleen veilig kan zijn in al zijn kwetsbaarheid, in al zijn nood en in al zijn lijden. Maar die in zijn nabijheid ook de ander wil beschermen in zijn lijden. Die door het kruis weg te nemen, maar door kracht te geven om het kruis te dragen. En vreugde te geven door de tranen heen. Die vanuit de gemeenschap met hem de liefde en de volharding schenkt om zijn voetstappen te drukken. Opdat hij die één werd met ons in zijn lijden, ons één maakt met hem in ons lijden. Klinkt zo heel eenvoudig, gemeente, die twee woorden. In het Grieks is het maar één woord. Mij dorst. Misschien is het ook maar goed dat er maar één woord staat. Geen groot verhaal. Geen stoere verhalen. Geen meelijdenwekkende verhalen. Maar één woord waarin heel de wereld van ons lijden is samengeperst. En de zaligmaker met dat ene woord in één keer in het hart van ons leven kan gaan staan. Het is Christus die hier op een van deze beslissende momenten bewijst één te willen worden en bewijst één te kunnen zijn met ons soort mens. Wat is er tegelijkertijd ook een heel eenvoudig menselijk lijden, gemeente. Het is ook geen wonder, mag ik het even zo eenvoudig uitdrukken, het is ook geen wonder dat iemand 6 uur hangend in zijn wonden, terwijl zijn krachten vervallen, terwijl om haar heen het terreur van spot en smaadheid voortdurend golft, terwijl hij ziet hoe om hem heen alles steeds meer afstand van hem begint te nemen. Wanneer hij kort tevoren ook afstand heeft genomen van zijn moeder door haar toe te vertrouwen aan de zorgen van een van zijn discipelen, en zich meer dan ooit helemaal alleen weet onder de mens. Zich omringd weet door haat, door onbegrip, door afkeer. Maar ook door verbijstering van zijn discipelen. Die niet begrijpen en kunnen plaatsen wat hier gebeurt. Wat is het daarnaast ook, gemeente, zo heel menselijk. Zo heel herkenbaar. Als stoot zijn lijden af. Het is wel zo herkenbaar. Het lijden van Jezus uit Nazareth. In al zijn ontluistering. In al zijn smaad. In al zijn verbijstering. Moeten we vanmorgen, wanneer we staan in de schaduw van het kruis, ook heel voorzichtig en met ontroering zeggen: daar hangt één van ons die net is als ons. Juist het gewone, het
menselijk. Maakt dat hij een van ons is. En zo tot ons komt. Toch gemeente, en ik maak nu de stap naar het tweede punt. Er zijn wel een paar vragen te stellen, die mogen we ook stellen, juist ook nu. Vragen waar de zaligmaker zelf ook de aanleiding voor geeft. Ik stipte dat net aan het begin van de preek al even aan, dat de Heer Jezus, toen hij net werd opgericht aan het kruis, weigerde die gemirde wijn, zo staat dat dan in Marcus, te willen drinken. Er zijn allemaal theorieën over, bekend waarom de zaligmaker dat wilde weigeren. Ik laat dat vanmorgen ook vanwege de tijd maar liggen. Maar dat roept wel de vraag op, waarom nu wel? Die roep, mij dorst. En waarom accepteert de Heer Jezus nu wel, 6 uur later, dat iemand, een onbekend iemand, een stap naar voren doet? Waarschijnlijk een Romeinse soldaat. Speer met daaraan hyssop steekt in een vat met edik. En die omhoog heft en zo brengt aan de lippen van de zaligmaker. En hij accepteert het. Hij bevochtigt zijn lippen daarmee. Waarom nu wel? En 6 uur daarvoor niet. Is dat omdat de Heere Jezus nu aanvoelt dat hij het nu wel echt nodig heeft? Mag ik het maar gewoon menselijk zeggen, gemeente, zit hij er nu helemaal doorheen? Had hij 6 uur daarvoor nog de gedachte dat hij het zou kunnen volhouden, door alles te weigeren, en zo volstrekt bewust het lijden in te gaan? Maar nu hij 6 uur later in het lijden staat en terugkijkt en al die ervaringen al heeft meegemaakt, die spot van de Romeinse soldaten, het aangrijpende moment dat hij afscheid neemt van zijn moeder, maar ook de 3-urige duisternis van de Godverlatenheid, wat heeft dat met hem gedaan? Ook in zijn lichaam, in zijn emotie, in zijn psyche. En dat hij nu, als hij daarachter staat, daarachter komt, dat het zoveel van hem heeft gevergd, dat wanneer hij nog die laatste stap wil zetten, toch als het ware even op adem wil komen. Even nog die vocht wil proeven. Even nog zijn lippen kan bevochtigen. En zo met de laatste krachten die hij over heeft, de laatste woorden voor zijn heengaan te kunnen zeggen. Gemeente, ik denk dat Johannes ons juist bij die gedachte wil weghouden. Bij de sfeer, en daar neigen we nu naartoe te gaan, ook in onze gedachten, dat het een soort teken van zwakte is. Dat hij even zichzelf verliest. En als het ware vanuit zijn innerste, die drang voelt bovenkomen, nog 1 druppeltje water. Het is Johannes die heel nadrukkelijk uitlegt, gemeente, en laten we de woorden nu maar eens rustig gaan spellen in vers 28, dat het een reden heeft. Er staat hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift vervuld zou worden, zeide mij dorst. Uitspraak van de zaligmaker hier op Golgotha mij dorst, heeft dus een achtergrond. En Johannes geeft daarvoor 2 redenen. De eerste reden, vers 28, Jezus alles wetende. Wetende dat nu alles volbracht was. Dat is het eerste. De tweede reden is, opdat de schrift vervuld zou worden. Is maar die tweede reden. Opdat de schrift vervuld zou worden. We hebben vanmorgen, gemeente, in deze dienst 2 psalmen op het bord staan. Profetisch wordt gesproken over de dorst van de zaligmaker. Een van de psalmen hebben we gezongen voor de preek, psalm 69. En de andere psalm zullen we zo meteen zingen na het amen van de preek, psalm 22. Het zijn ook 2 psalmen die in Jezus' leven een grote rol hebben gespeeld. Psalm 69 bijvoorbeeld. Wordt voor het eerst heel duidelijk geciteerd door de evangelisten als de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde tempel binnenkomt.
En daar ziet dat het hele forum van de tempel verbouwd is tot een grote markt. Hij hoort het geblaat van die schapen, het geluid van andere dieren. Hij ziet hoe er handel wordt bedreven, hij hoort het gerinkel van geld. En voordat iemand kan ingrijpen, heeft de Heer Jezus al uit een aantal touwtjes een soort zweep gemaakt door ze aan elkaar vast te knopen. En hij veegt letterlijk en figuurlijk dat plein leeg. Gooit de tafels omver, jaagt de dieren eruit. En hij legt dan ook uit waarom hij dat gedaan heeft. Namelijk dat het huis van zijn vader geen koopzaal is, maar een gebedshuis. En dan citeren de evangelisten Psalm 69. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de psalmen. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Met andere woorden, het was al tijdens Jezus' dagen bekend. Dat er een link lag tussen de psalm, Psalm 69, en Jezus' leven. En nu hier op Golgotha klinken de woorden mij dorst. Ze roepen ook direct de herinnering op aan een van die andere versen in Psalm 69, waar de dichter zegt hoe hem een edikteug onthouden werd, terwijl hij versmachtte van de dorst, maar in plaats van drinken spot en hoon kreeg. En dan die andere psalm, Psalm 22. Een psalm die juist een centrale rol krijgt in het lijdensevangelie van de evangelist. Denk maar aan de woorden die zoveel verwarring geven rondom het kruis. Eloi, Eloi, lama sabachthani, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Door het tumult rondom het kruis horen de omstanders niet precies goed wat de zaligmaker zegt. Of ze willen het niet horen. En ze trekken meteen die schriftwoorden in de sfeer van spot en vervullen zo ook de profetie van Psalm 22. Waar de dichter zich niet alleen van God verlaten weet. En daarom zo schreeuwt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar vervolgens ook uitlegt in die psalm hoe mensen zich afkeren van hem. Tot en met zijn eigen vrienden toe. En dat er niemand er meer is op wie hij terug kan vallen. Op wie hij zijn moe gestreden hoofd kan leggen om even op adem te komen. En nu aan het lijden van Jezus lijden, vlak voordat hij heen gaat, klinken weer de woorden mij dorst. En ze roepen als het ware die herinnering aan Psalm 22 wakker. Waar de dichter dat ook uitspreekt. En dat vers zullen we straks ook gaan zingen. Dat hij gepijnigd werd door de dorst in zijn lijden. Hij smachtte naar water, maar vond het niet. Wat is dat dan greep, het gemeente, dat de Heer Jezus, terwijl hij lijdt, mag ik het zo zeggen vanmorgen, zijn lijden steeds koppelt aan de schrift. Met name aan de psalmen. Dat doet de zaligmaker allereerst voor zichzelf. Zoals u en ik, als we de psalmen lief hebben gekregen, ook doen. Ik denk wel eens, de psalmen zijn Gods reddingsboeien. Als je dreigt te verdrinken, om wat voor reden dan ook, en je grijpt naar een psalm, en het slaat aan bij je hart, dan is het net alsof je drijvend wordt gehouden. Dat je weer kracht krijgt, even op adem kan komen. Psalmen zijn natuurlijk meer dan een reddingsboei gemeente. Maar zo'n psalm als Psalm 22, die soms zo dicht kan komen bij de eenzame momenten in uw en mijn leven. Ook die moment, en ik hoop dat u begrijpt wat ik nu bedoel vanmorgen. Dat je God kwijt bent. En dat je daar pijn onder hebt. Dat je de Heer niet kan missen. Of voor je gevoel het water tot aan de lippen staat. En je geen kant meer op kan. En je slaat zo'n psalm open. Of misschien is die wel aan de beurt. Of hij wordt in een dienst gezongen. En je kan opeens weer ademhalen. Niet dat de Heere dan die eenzaamheid heeft doorbroken.
maar dat je weer hoop op God krijgt. Des te vurig in het gebed, bid tot de Heere. Of hij meer wil geven, en God maakt zijn werk altijd af, gemeente. Of hij meer wil geven en ook door het woord over wil komen in je leven. Je weer wil optillen. Of je laat zien dat hij je altijd tilde. Ook toen dat water tot aan de lippen kwam. Maar Gods hand onder water je net overeind hield, zodat je niet onderging. Ziet u dat, die beweging? Een van ons doet dat hier ook. Hij grijpt zich vast aan de psalmen om zijn hoofd boven water te houden. En daarmee geeft de Heere Jezus, gemeente, ons ook de grond om zo gebruik te mogen maken van de psalmen. We mogen die psalmen lezen met het oog op de zaligmaker. Opdat we ons niet alleen identificeren, vereenzelvigen met de nood van de dichter. Maar omdat de Heere Jezus, juist doordat hij die psalmen gemaakt heeft tot zijn gebed, ons daarin ook is voorgegaan en zo de weg heeft gebaand om toe te kunnen gaan tot de troon van Gods genade, om barmhartigheid en hulp te verkrijgen. In het toe-eigenen van de schrift. In het beleven van de woorden. En met de bevinding die Christus opdeed uit de psalmen, terwijl hij onder het kruis van het lijden steeds meer werd verbrijzeld, heeft de zaligmaker ook gehoorzaamheid en vertrouwen verworven, waaruit zijn kerk nu mag putten. En waaruit hij zijn kerk ook wil bedienen. Wat kunnen de psalmen in het licht van het kruis, de gemeente, opeens heel anders gaan klinken, vindt u niet? Dan lees ik de psalm niet meer in de eerste plaats met het oog op mijn nood, al mocht ik mezelf daarin herkennen. Maar dan zijn de psalmen ook gids om met mijn nood te komen tot hem die alle nood heeft doorleefd. De Christus der Schriften. Maar er is nog iets, gemeente, we moeten nog even rustig kijken. Kijkt u even met me mee, daar staat: hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift. De schrift. Volbracht zal worden. En als die uitdrukking klinkt, de schrift, dan bedoelt een evangelist niet alleen een bijzondere schriftplaats, zoals we dat net zagen op Psalm 22 en Psalm 69. Maar dan wil Johannes als het ware zeggen, en je merkt dat ook bij de andere evangelisten en later bij Paulus, heel de schrift. Aan de hand van die twee schriftplaatsen kunnen we als het ware de lijn doortrekken naar heel de schrift. Het is de zaligmaker die hier laat zien dat hij, laat ik dat voorbeeld maar eens gebruiken, gemeente, de weg die hij tot nu toe heeft afgelegd, de weg van de schrift is. De routekaart van Bethlehem naar Golgotha en van Golgotha naar Gods heiligdom is de routekaart van de schrift. Daar week de zaligmaker tijdens zijn leven niet van af. Voortdurend oefende hij zichzelf in het navolgen van het woord van God. Wat dat betreft ging de Heer Jezus over de gebaande weg. De wegen die al gebaand waren en voorzegd waren door de schrift. En het zijn juist de evangelisten die dat voortdurend benadrukken. Door op kruispunten in Jezus' leven te laten zien dat de schrift vervuld zal worden. Het begint al met de aankondiging van zijn geboorte. De schrift wordt vervuld. Maria en Zacharias in hun lofzang grijpen ze terug op de schrift. Wanneer de Heere Jezus wordt geboren en verschillende wezen uit het oosten zich opmaken om de koning te aanbidden, wordt de schrift geopend en klinkt de profetie dat in Bethlehem, het verachtste dorp onder de plaatsen van Israël, de zaligmaker, de Messias, geboren zou worden. Wanneer de zaligmaker gaat optreden, leggen zowel zijn hoorders zijn woorden naast het woord van God. Hij zelf legt het woord van God uit. En als de evangelisten daarop terugkijken, zeggen ze voortdurend: opdat de schrift vervuld zal worden.
tot en met het uiterste in zijn lijden toe, heeft hij die routekaart voor ogen. Hij wil alleen maar de stappen zetten die hem aangewezen worden door het woord. De schrift moet vervuld worden. Wat is dat eigenlijk, de schrift? Wel, dat is meer dan alleen maar een bijbeltje. De schrift is in de eerste plaats de wil van God. En dat is geen zweverige wil, waarna we moeten raden, of wat we onderweg door het leven langzaam maar zeker duidelijk krijgen. De wil van de Heer staat zwart op wit in de schrift. En wat de Heere wil, is heel eenvoudig dit: God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Dat dreef hem. Dat dreef hem 3 jaar lang door Israël. Dat was steeds het aanbeeld waarop hij sloeg als hij de schriften opende. Daar leefde hij ook zelf van. Juist in het evangelie van Johannes komt dat voortdurend naar voren, dat de zoon zegt: ik wil niets doen dan alleen maar de wil van mijn vader. En ik wil niets anders zeggen dan alleen maar de woorden van mijn vader. Zo stond hij niet alleen onder de mensen. Zo stond hij ook tegenover zijn vader. Als hij aan de vooravond van zijn lijden en sterven opkijkt naar boven, dan zegt hij: Vader, verheerlijk uw naam. Ik heb uw naam verheerlijkt onder de mens. En dat brengt hem naar Golgotha. Aan de hand van de Vader, volgend de wil van de Vader, ondergaat hij zijn lijden en zijn sterven. Dat is ook zijn houvast, gemeente. Omdat in de schrift er zoveel beloften staan van de Vader, niet voor zijn kerk, niet voor zijn kinderen, maar alleen voor zijn zoon. Waarop Jezus zag, ziende de vreugde en de blijdschap die hem voorgesteld was, in de schrift, heeft hij het kruis verdragen, schande veracht, en ging zo onverschrokken, zonder angst, het sterven tegemoet. Laat ik een paar lijnen trekken, gemeente. In de eerste plaats deze lijn. Wat we ook over Jezus lijden kunnen zeggen. Er is één ding wat nergens in Jezus lijden naar voren komt. Dat de zoon één moment aarzelt en even niet meer weet hoe hij verder moet gaan. Je ziet juist het omgekeerde. Keer op keer is hij ons mensen een stap voor. Hij neemt de leiding aan de paaschamaaltijd door het kleed af te leggen. Als een dienaar onder zijn discipelen zich op te stellen als een die dient, de psalmen. Hij gaat voor aan tafel. Hij ontmaskert Judas, is hem ook een stap voor. Hij gaat naar Gethsemane. Is daar zijn discipelen een stap voor? Toen hij zei: waakt en bid. En hij alleen uiteindelijk overbleef, biddend en wakend voor zijn kerk. Hij stond op terwijl hij tegen zijn discipelen zei: zie, hij is nabij, die mij verraden zal, was hun dus ook een stap voor. En als die groep mensen voor hem staat, dan zegt hij: wie zoekt gij? Hier ben ik, Jezus uit Nazareth. Keer op keer laat hij zien dat hij weet wat er komt. Hij is dat steeds een stap voor. Hoe dat komt? Omdat hij de schriften kent. Daaruit leeft. En het pad van het woord bewandelt. Dat geeft dat de zaligmaker nergens twijfelt, aarzelt, op een kruispunt op de lijdensweg staat en even niet weet welke kant het nu opgaat
en zich dus maar overgeeft aan de omstandigheden of Caiaphas of Pilatus. Nee, hij kent de schrift en leeft daaruit. Het geeft ons gemeente ook een beeld van onverschrokkenheid. Dat de zoon gehoorzamend de wil van zijn vader geen seconde getwijfeld heeft over wat de vader nu precies wil en van hem verwacht. Hij wist het. En dat hield hem ook overeind. In zijn lijden en zometeen in zijn sterf. Hij wil de wil van zijn vader doen, omdat hij God lief heeft boven alles. En de naaste als zichzelf. Zie hoe hij die naast maakt tot zijn leven. En zijn leven maakt tot het leven van zijn naast. God boven alles. Waarom is dat voor ons belangrijk, gemeente? Wel, als er één bewezen heeft dat wij ons onvoorwaardelijk mogen verlaten op de wil van God, dan is dat de Zoon van God zelf. En hij bewees dat niet alleen op de hoogtepunten van zijn leven. Wanneer we in één keer die afstand zien openvallen en mensen in verbazing en soms ook in verbijstering zien wat de Zoon allemaal kan en mag. Omdat hij die macht ontvangen heeft van zijn vader. Maar hier in het lijden staat hij in het centrum van ons leven. En is hij niet alleen een voorbeeld voor ons door te laten zien wie zich onvoorwaardelijk overgeeft in de wil van zijn vader. Die hoeft geen seconde te twijfelen. De kruispunten van het leven. Maar kan zelfs onder het kruis dat de Vader hem heeft opgelegd, belijden. Uw wil geschieden. Maar ook hier, gemeente, is hij borg, want ik weet niet hoe het u vergaat. Maar ondanks dat we de wil van de Vader kennen, ook na ontvangen genade. Wat hebben we dan vaak last van die twijfel, hè? Wat kun je heen en weer geslingerd worden? Wat kan het je niet alleen aangrijpen als je soms om je heen kijkt? Ik begrijp zo Petrus zo goed als hij op die golven staat en om zich heen begint te kijken. En niet meer doet de wil van de Vader door te kijken naar de Zoon. Maar of je nou wil of niet, heb jij daar niet ook last van? Van wat er soms in één keer naar boven komt en op je springt. Die gedachte. Die vertwijfeling. Hebben wij dan ook niet deze borg nodig? Die de wil van de Vader, wat in de schrift staat opgetekend, onverschrokken blijft doen. Omdat hij dat wil doen voor zijn naaste. Dan is er met eerbied gesproken, gemeente, afstand en nabijheid. Afstand omdat we hem zien volharden tot het einde toe met vreugde. Ziende op de belofte die de Vader hem heeft voorgesteld. En nabijheid omdat hij die vreugde beoefent in het hart van ons leven. In ons lijden. In onze Godverlatenheid. In ons verworpen zijn door God vanwege onze zonde. Komt hij tot ons en maakt ons leven tot zijn leven. Zo beoefent hij gehoorzaamheid. En verheerlijkt hij zijn vader. Maar verwerft hij ook kracht en vertrouwen voor zijn kerk. En voor Gods kinderen. U die God vreest. Wij hoeven de Zoon niet na te doen. Wij mogen ons troe vertrouwen aan de Zoon opdat hij het voor ons zal doen. Wij hoeven niet te bewijzen dat wij over evenveel kracht en moed beschikken als Jezus uit Nazareth. Laten we in de schaduw van het kruis zijn die we zijn. Zwak, aangevocht, nietig, weerloos, kwetsbaar. Maar laten we daarom des te meer ons laten rusten op zijn gehoorzaamheid en op zijn werk. Hij doet dat niet voor zichzelf.
om te bewijzen wie hij is. Nee, juist hier maakt hij duidelijk: God liefhebben boven alles. En de naaste als jezelf. En hier betekent dat de naaste ten koste van jezelf. En dat geldt alleen voor de borg. Voordat we de stap maken, gemeente, naar het derde punt, wil ik even met u nog een keer kijken naar de tekst. Dat stond er ook alweer, vers 28 en 29. Hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift vervuld zou worden. We hebben net gekeken naar die tweede reden, de schrift vervuld worden. Het is goed om ook te kijken naar de eerste reden waarom de Heer Jezus zegt, mij dorst. We zeiden tegen elkaar die eerste reden, dat zijn de woorden wetende dat nu alles volbracht zal worden. Dat zijn niet zomaar woorden, gemeente, die hier eventjes zo terloops door Johannes de evangelist worden opgetekend. Wetende dat nu alles volbracht was. Die uitdrukking, wetende dat nu alles volbracht was, markeert eigenlijk heel het lijdensevangelie in het Johannesevangelie. Op drie cruciale momenten komt die uitdrukking terug. Wetende dat nu alles. De eerste keer, laten we maar even kijken, gemeente, is in Johannes 13, vers 1. Johannes 13, vers 1. Ik zou eigenlijk ook tegen u of tegen jou willen zeggen, als je in deze lijdensweek, de laatste week voorafgaande aan Goede Vrijdag, dit tekst, dit vers nou eens rustig in je gedachten meeneemt. Kan, als je de mogelijkheden hebt om die ook te maken tot je gedachten, dat je dat kan onthouden. Maar anders ligt er in dit vers, Johannes 13, vers 1, ook genoeg om in een stille tijd eens rustig over na te denken. Want wat staat hier? En voor het feest van het Pascha, dus voordat het daadwerkelijk lijden begon, Jezus wetende dat zijn uur gekomen was, en dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld lief gehad waren, die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij een lief gehad tot het einde. Heel nadrukkelijk zegt de evangelist, voordat hij verder gaat met het beschrijven van Jezus lijden en sterf dat naar hem toekomt, vanaf hoofdstuk 13 begint het lijdensevangelie in het evangelie van Johannes. Jezus wetende dat de Vader hem alles gegeven had, heeft de zijne lief gehad tot het einde. Bij elk moment na Johannes 13 moet je eigenlijk teruggrijpen op dit vers. Als Christus het hoge priesterlijke gebed uitspreekt, als hij afscheid neemt van zijn discipelen, als hij de paaschamaaltijd verlaat, als hij voor Pilatus staat, bij al die momenten, blader dan even terug naar Johannes 13, vers 1. En stel jezelf de vraag, waarom doet Jezus dit? Of waarom zwijgt hij hier? Of waarom gaat hij er niet op in? Wel, hij doet dat omdat hij weet dat de Vader hem alles overgegeven heeft. En hij de Vader en de zijne lief gehad heeft tot het einde. Hij doet alles omdat hij de Vader lief heeft tot het einde. Dat verklaart zijn handelen, zijn zwijgen, zijn gewilligheid, zijn gekruisigd worden, de woorden op Golgotha, liefde, enkel en alleen liefde tot de Vader en tot de zijne, tot het einde toe. Het tweede moment dat we diezelfde uitdrukking tegenkomen is iets verderop, in Johannes 18, vers 4. Johannes 18, vers 4. Dat is eigenlijk wanneer de Heer Jezus de grens overgaat. De grens vanuit de geborgenheid van zijn vriendenkring, de discipelen. En op het punt staat om gearresteerd te worden door Judas. En er een breuk komt tussen hem aan de ene kant en zijn discipelen aan de andere kant. Op dat cruciale moment, op zo'n kruispunt, zegt de evangelist het volgende, Johannes 18, vers 4. Jezus dan wetende alles
wat over hem komen zou, ging uit, die bende soldaten tegemoet, en zei tot hen: wien zoekt gij? De discipelen wisten niet wat hun overkwam. Ze staan aan de grond genageld. Panische angst rennen ze zometeen weg. Petrus doet nog een uithaal. Je weet ook niet wat hij doet. Er is er één die het weet. En dat is hij. En juist op dit moment, als hij zo plotseling alleen staat tussen die wegvluchtende discipelen aan de ene kant en de Romeinse soldaten aan de andere kant, en de volgende fase van het lijden begint, zet Johannes hier een streep onder. Jezus weet alles. Wat bedoelt Johannes ermee met alles weten? Alles wat er staat te komen, inderdaad. Wat er gaat gebeuren, overvalt de zaligmaker niet. Hij is dat keer op keer, zo zeiden we net tegen elkaar, een stap voor zelfs. Hij weet wat er komt. Voor Caiaphas is het nog de vraag hoe dat verhoor gaat aflopen. En bij Pilatus voor dat paleis spant het erom. Laat Pilatus hem gaan? Of kunnen we doordrukken? Door die druk op te voeren. Jezus weet alles. En nu hij aan het einde van het lijden is gekomen, in onze tekst, kijkt de zaligmaker met eerbied gesproken op het kruis om. En hij weet dat nu alles is, en ik vertaal het nu letterlijk, alles is volbracht. Laten we daar even bij stil zijn, gemeente. Voordat we de laatste lijnen gaan trekken. Even dit moment. Dat Jezus het weet. Alles is volbracht. Mag ik het even laten zien aan de hand van een tegenstelling? De eerste keer dat de zaligmaker wist wat hem te wachten stond, was in de stille raad des vredes. Toen hij samen met de Vader en met de Heilige Geest in dat zoete en heerlijke liefdesverbond zichzelf opwierp als borg voor de zijne. Hij wist het, wat dat betekende. Het was menselijkerwijs gesproken geen gok, geen waagstuk. Probeer het dan maar. Kijken wel wat er van terecht komt. Nee, het was een weloverwogen stap. Hij wist het. Hij overzag het. Hij wist wat hem stond te wachten in die drieuurige duisternis. Terwijl er in de raad des vredes nog sprake was van een volmaakte harmonie tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, wist de Zoon wat hem te wachten stond, daar en toen op Golgotha. En nu staat de Zoon erachter, gemeente. Is dit niet een moment van triomf? Als hij in één keer opgeklommen is uit dat diepe dal van zijn lijden. En terugkijkt. En weet dat alles is volbracht. Ook hier is hij de mens. Net één stap voor. Zometeen zal hij het zeggen. Het is volbracht. Maar als eerste weet de Zoon het. En dan klinkt dat moment, mij dorst. Zou dat nou alleen maar naar water zijn geweest? Of hoor ik in deze woorden iets meer doen klinken, gemeente? Dorst van de liefde, smacht
naar de Vader. Omdat hij weet dat nu alles definitief volbracht is. En de Zoon niets liever wil dan weer terug te gaan naar de Vader. Die hem vanuit zijn liefde gezonden had naar de wereld. Om te gaan lijden en te gaan sterven. Deze woorden mij dorst reiken veel verder dan dat vat met edik wat daar in de schaduw van het kruis staat. Het zijn de woorden van de Zoon, die nu hij alles heeft vervuld en overal ten boven is gekomen, zich onvoorwaardelijk en onbevangen over kan geven in de handen van zijn Vader. Jezus, weten dat alles vervuld was, alles volbracht was, zeide: het is volbracht. En in één adem zingt hij daarna verder: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Kijk, dat is nou de liefde. Dat bleef nou over. Ook toen alles was vervuld. Toen de Vader hem had verlaten in de 3-urige duisternis. Met de liefde van de Zoon niet verdampt onder de hitte van Gods toorn. Vloeide die liefde niet weg. Toen de Vader zijn Zoon verbrijzelde onder het recht van hem. Maar kwam de liefde als die blanke gerechtigheid bovendrijf. En dat beweegt de Zoon om nu te spreken. Mij dorst. Mijn ziel dorst naar u, o God. Ik ga afronden, gemeente. En ik trek heel eenvoudig een paar lijnen. In de eerste plaats deze lijn. Wat is de zaligmaker hier schoon, vindt u niet? Zo bewust van zijn liefde tot zijn Vader. Wat is de Vader met eerbied gesproken? Heilig trots op de Zoon. Als hij hem daar ziet hangen aan het vloekhout van Golgotha, de vloek is voorbij. De liefde is overgebleven. Wat moet dat geweest zijn, gemeente? Ik tast naar woorden. Wanneer die twee elkaar zo weer zien. De Vader het hoort uit de mond van de Zoon. Mijn ziel dorst naar u, o God. Maar wat ligt hier ook een heerlijke troosting voor u die God mag kennen, of niet? Waar komt dat verlangen nou eigenlijk vandaan, wat ons voortdurend drijvend houdt? Het verlangen naar de Here, de liefde die niet uitgeblust wordt, maar overblijft tot in de eeuwigheid. Put wij niet die liefde uit de bron van Christus, liefde tot de Vader? Of moet ik het niet andersom zeggen? Is het niet de Zoon die Gods kinderen voedt met de liefde van hem, opdat wij hem mogen liefhebben die ons eerst heeft liefgehad? Is dat ook niet de diepste liefde? Tot het einde. Dat einde dat stopte niet in de diepte van Christus lijden in de 3-urige duisternis. Nee, dat einde wordt pas bereikt als de Zoon zichzelf kan laten vallen in de handen en in de armen van zijn Vader. Als hij tegenover zijn Vader kan zeggen: de lijdensbeker heb ik helemaal leeg gedronken. Nu is de dorst van u gelest. En blijft de dorst van mij alleen nog maar over. En dat is de dorst naar liefde, volmaakte liefde tussen de Vader en tussen de Zoon. Wat is die liefde nu ook heel anders, gemeente, dan het laatste van morgen. Voorheen hield de Vader ook van de Zoon. Maar nu komt de Zoon, beproefd en geoefend door het lijden, terug tot de Vader. Hij komt zo heel anders terug tot de Vader. Toen de Vader hem liet opstaan uit zijn schoot en zond naar deze wereld, klonken de woorden van Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon heeft gezonden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Maar nu komt de Zoon terug tot de Vader. Hij komt terug vanuit deze wereld. Hij neemt de wereld mee in zijn hart. En heeft de Vader lief, lief tot het einde. Nu moet met eerbied gesproken de Vader veranderen in zijn liefde tot zijn Zoon. Hier komt de Zoon terug
met de littekens in zijn handen, met die gezelstriemen over zijn rug. Maar hij bewijst daardoor des te meer dat hij de Vader lief heeft gehad tot het einde. Ik krijg gewoon zin, gemeente in de hemel, u niet? Om de Vader en de Zoon te aanbidden en te bewonderen. Hoe die twee samen met de Heilige Geest zich verlustigen in wie God is. En God is liefde. Amen.